naar eigen land. Want sinds een week is er in Nederland digitale radio. En dat betekent een perfecte ontvangst op je radio. Alleen niet meer op je televisie. Bij kabelbedrijf UPC stromen de klachten binnen over ernstige storingen van televisiezenders. En dat komt allemaal door de komst van digitale radio. Je bent de eerste kwartier ben je bezig om een beeld goed te krijgen. Nou, zo krijg je hem. Verder krijg je het gewoon niet. Sinds de invoering van digitale radio via de ether is het mis met de tv van Ingrid Haak. De afgelopen week is de ontvangst belabberd. RTL 4, heel slecht. Een sneeuwbeeld of helemaal geen beeld. Alsof er een tweede zender door zit. Een lopend beeld en dergelijke. En ze is niet de enige met het probleem. Bij kabelbedrijf UPC stond de telefoon niet stil de afgelopen dagen. We hebben afgelopen week enkele duizenden telefoontjes gehad. Wat heel vervelend is voor de mensen. Maar ook heel vervelend voor de wachttijden aan de telefoon. Want die zijn echt beïnvloed daardoor. UPC voelde zich nogal overvallen. Omdat door vergunninghouder NOS niet was aangekondigd dat de nieuwe radiofrequentie in gebruik zou worden genomen. Het probleem van dit zogenoemde TDAP-signaal is dat hij te dicht bij sommige tv-zenders ligt. Ja, dus uitgezonden signaal waarvan een stukje van de frequentie van het uitgezonden signaal overeenkomt met een stukje van het signaal wat mensen ontvangen thuis via de kabel. Als dan de aansluitmaterialen voor de televisie niet goed zijn, niet goed afgedicht zijn, dan kan dat elkaar beïnvloeden. En dan krijg je last krijgen van sneeuwerig beeld en ruis. De digitale problemen beperken zich nu nog tot Hilversum, Haarlem en op kleinere schaal Rotterdam en Den Haag. Maar de komende maanden worden er veel meer digitale radiozenders aangezet. Iedereen die in een straal van zo'n 15 kilometer rondom een zendmast woont, kan problemen krijgen met zijn tv. Mensen moeten gewoon het kabelbedrijf bellen. En als het inderdaad blijkt dat die melding komt door TDAP, dan worden de mensen ook echt verder geholpen. En wat houdt dat verder helpen dan in? Ja, het kan zijn dat, er zijn een aantal oplossingen, maar een van de oplossingen kan zijn dat mensen een setje snoeren krijgen thuisgestuurd. Want vaak is het vervangen van alle tv-snoeren in huis de enige manier om de storing te verhelpen.